Ik ben nu bij Starbucks en ik ben met Liesha alweer voor de 1000ste keer deze week. Altijd. Wat heb je voor Starbucks? Black Rose. Oeh. Ze hebben jouw naam ook verkeerd. Ja, maar wel met een hartje. En kijk hier. Ja. We zitten in de trein en we kwamen net langs Schiphol en er is zoiets vreemds gebeurd. Elias, vertel. Nou, kijk, we wilden naar buiten toe lopen en toen kwam er zo'n vrouw naar mij toe van, doe je geconfirmeerd? Dus ik zo, ja, tuurlijk. En can I call some friends? Dus ik zei van, ja, tuurlijk, mag wel, weet je wel. En toen zei ze van, what do you want? Voor money. Ik zeg, nou ja, gewoon 2 euro. En ze zei, ja, take it all. En toen vroeg ze mijn naam. En ik gaf mijn telefoon aan een vriend, die was gewoon Nederlands. Of misschien was geen vriend, I don't give a shit. En toen zei... Ah, fuck buddy, weet ik veel. En toen zei ze van, what's your name? Dus ik zei, ja, ik lees haar. En toen zei ze, oh, you're a little angel, you're a princess, do you know? En ze ging met mijn knuffelen en ik zat en zo. Ze ging op de knieën en die vriend zag ze van, ja, en haar vriend zat er echt zo van, doe normaal. En ze ging echt zo op de knieën zo, I love you, ik hou van je. En ik zat zo, awkward. Seriously, ben je echt lang? En het was echt zo, het was echt heel vreemd. Dus als je ooit op Schiphol bent en je wil wat goeds doen, bel Elisha. Ja, klopt. Maar we zitten dus nu in de trein en we gaan vandaag naar Amsterdam nog steeds. We zitten in de trein. Maar het was zo raar. Het is echt zo lekker weer. Kijk dit. Het is super lekker weer. En wie zit er weer in de trein? Me. Ik ben gewoon nog steeds in shock. Ja, Elisha is in shock. Dit moet je op Twitter zetten. Ik heb net iets goed gedaan. Ik heb mijn vrouw laten bellen met mijn telefoon. Ik voelde me goed. Maar hoe ze ook was en helemaal van... Oh, I believe in you and you're an angel and maar kijk, ze was ook afgeleid denk ik door jouw haar. Echt? No. Nee. Daarom was je angel, want je kan hem even liegen. Helemaal van oh my god en oh my god. En ik zat echt zo, oh, ik ben geen heilig ofzo. Echt hoor. Maar ik ga jullie ophangen en ik zie jullie zo weer als ik met Lois, Marieke en Shema ben. En me. En Elisha. Mimi. Oké, daar maar doei. Oké, inmiddels ben ik gearriveerd. En nog steeds. Ja, dat is mooi, betere kwaliteit. Niet qua betere kwaliteit, maar het gewoon kan mensen. Kijk, Shema was in die camera. Kijk, dit is Shema. En ze likt een ijsje. Nee, joh, ze hebben Shema nog nooit even. En dit is Kiara. Marieke met haar awesome smassum shirtje. Awesome smassum. En een mooie blauwe plek op haar been. Nou, nog steeds met Lois. We hebben net een video gefilmd. De Whisper Challenge, waar we echt helemaal stuk om gingen. Oh, nee. Nou, dat kan. En, Elisha nog steeds hier. En ze ligt ook aan een ijsje. Nissa en een vriendin van Nissa, maar... Ik weet haar naam niet. Ik ken jouw naam niet, dus... En we gaan... Heb je nog meer vragen? Maar niet te veel. Oké, doei! Recordings voor een video van Marieke en Shema, der kanaal! Wow. Bloopers 1.0. 7.0, 3.0, 4.0. En ze zijn nog aan het filmen, dus... Okay, waarom film je ons? Een vlog. Hey! We hebben net een video opgenomen en ik ben. Voel maar even die SD-kaart. Ja. En ik ben echt verkouden. En Shema heeft net 2 ijsjes weggegooid. Ja, en ik dacht dat ik er nog 1 had, dus ik dacht ik gooi die 2 weg. Maar... En ze hebben net de Most Likely 2-tag opgenomen, dus binnenkort heel snel op hun YouTube-kanaal. Laat ze aan de fijne beschrijving. Oké, dan staat maar deze die komt pas maandag online. Deze komt volgende week maandag pas online. Dan moet je wel zo. Afgelopen vrijdag voor jullie is hier online gekomen. Afgelopen op vrijdag. Op hun kanaal en het linkje zal in de beschrijving staan. Like iedere week. Dus yes. En Lois is het gevallen. Ik denk dat je camera in je tas moet doen, want het heel heet. Nou, dat is dus al de tweede keer dat ik in Jamie's vlog val. Oh, staat het weer in beeld? Jij valt altijd. Ik val nee. Oh, het staat... Nou, in ieder geval, jullie weten voor de tweede keer dat ik nog gevallen ben. 1 keer gewoon serieus bij Be Brave. En 1 keer nu net, want ik zag het bankje. Ja, ik zat op het bankje, maar ik zag het bankje niet. Dus ging goed. Hé, hey, Shema. Ik leef nog. Jij bent ook gevallen, ooit een keer in mijn vlog. Ik niet. Oh ja, bij Tina vorig jaar. Ik niet klaar... Nee, maar toen ging ik door mijn enkel. Hé, hey, luister, beter krijgen we niet van die kutfolders hoor. Ja, hij heeft die folders vast. Weet je wat hij doet? Hoppa, net welke ik met folders? Mijn ijs. Gewoon die kortingsdingen. Oh. Voor. Ja, je kreeg er zo'n pakket. Ja. Dus yes, doei. Doeg. For taking.
Goed zo, Shema. Ondertussen bij Marieke, die is nog steeds... Goed zo. Oké, dit zijn we nu aan het doen. Oké, nog even je pest weg. We zijn nu een video aan het opnemen en Marieke ligt er heel charmant bij op de tafel. We gaan beginnen met opnemen. We gaan opnemen. En we gaan met Shema filmen. En weer met Loi. Op maas zetten. Ja, Loi ja. Heeft heel veel zin in. En we gaan dus een video opnemen, maar dat zien jullie allemaal binnenkort op mijn YouTube kanaal. Oké, we hebben net een video opgenomen. We zijn allemaal kletsnat. Snapchat hier. Dat klinkt zo verkeerd. Niet op die manier, maar we hebben net de not to try bla bla bla. Try not to left. En dus iedereen deed het fout. En ik was één keer het goede en ik ben de minst nat. Ha. Helemaal niet. Ik was gewoon de beste omdat ik het vaag had. Kijk, Shema, die deed dit. Die begon al te lachen voordat dat filmpje begon. Ja, sorry, het is niet mijn chat. En toen op een gegeven moment, ik wilde wat zeggen of zo en ik kreeg ineens, pat. En ik dacht, jij, bitch, ik karma. Boom. En toen kreeg ik hem ook voor jou. En toen dacht ik, oké, fuck jou. En ik had hem nog ontbeken, hè. Ja. Dat jij hem gooide. Maar nu heb ik honger, dus ik ga mijn croissantje chocola eten. Croissantje chocola. Doei. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en het is weer lekker. Weer buiten. Ik ben alweer een tijdje wakker. Ik heb al tv gekeken. Ik heb al ontbeten. Ik heb de vlog van Jill gekeken van Masha. En wat ik nu eigenlijk ga doen is vrij weinig. Ik moet een video die morgen van mij online komt. Dus woensdag. Moet ik nog editen. Dat is de video met Lois. Die heb ik gisteren opgenomen. En ik ga zo lekker douchen. Of in bad, weet ik nog niet. En dan ga ik lekker heel de dag in de tuin liggen. Want ik heb niet echt zo'n hele drukke planning vandaag. Omdat ik had het gisteren al druk. En toen dacht ik, oké, weet je, ik ga gewoon een dag inplannen vandaag. En deze week dat ik mijn rust pak. En dat is die vandaag geworden. Ik heb ook echt super veel zin in zondag. Want dan is het concept van Brief. En daar heb ik super veel zin in. De EP release party. Daar heb ik echt zin in en ja, dus ik zie jullie zo weer, want ik ga even mezelf klaarmaken voor in de tuin liggen, douchen en alles en even de vlog editen, of de vlog, de video met Lois editen en dan zie ik jullie zo weer. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ben in Amsterdam. Ik ben met Jamira en welke dag is het vandaag? Het is vandaag Nationale BFF Day. Het is vandaag Nationale Best Friend Day. En of alsof we het wisten dat we vandaag iets leuks gingen doen. Dus we gaan lekker shoppen vandaag. En als Be Brave by Global is, dan gaan we er even heen. Dat lijkt me ook wel leuk om een keer heen te gaan. Gewoon een random een dagje. Naar Madame Tussauds. Nee, dat is zo saai. Ik ben er één keer geweest en doe ik gewoon. Oh, stop. Nee, jij hebt wel eten. Oh. Ja, ik mag niet lopen, want het is rood. En kijk, achter mij is de dam. En daar is Jamira's liefde. De bijper. Dus we gaan even shoppen en we zien jullie zo weer. Dag! Chris Brown heeft een samenwerking met Snipes. En dat is deze superleuke winkel. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en het weekend begint weer aan te komen. Het zonnetje is in ieder geval weer helemaal top geregeld. Ik ben nu ondertussen vlogs aan het kijken om een tv van... net heb ik nog gekeken van Vlogklos, maar nu kijk ik van Antje. Anna Nushin, echt mijn fave YouTuber. Anna Nushin, abonneer op haar kanaal. Super tof. Ja, het plan was vandaag dat ik naar Amsterdam zou gaan... Met Ian, maar ik heb geen geld meer. Dus ik kan dus niet naar Amsterdam. Maar ik dacht ook van, laat ik even, hoe heet dat? Niet naar Amsterdam gaan vandaag, omdat ik maandag al in Amsterdam was. Woensdag en zondag ben ik ook al in Amsterdam. Dus ik vind het een beetje zat eigenlijk, 4 keer in Amsterdam. Dan kan ik er desnoods gaan wonen. Zo vaak was ik deze week in Amsterdam. Maar ik hou echt van die stad hoor. Daar niet van. Ik heb net ontbeten, ik heb net een broodje op, maar dat heb ik niet gefilmd. En ik heb nog wel mijn mok, zeg maar. Deze heb ik ooit een keer gekregen.
Met allemaal dingetjes zo erop van kerst. En daar drink ik melk uit. En ook als je hoort aan mijn stem, ik ben best wel een beetje verkouden. Ik heb dit, kijk dit neus, even TMI. Dit neusje, deze neusgat is best wel niet dik, maar deze is wel dik, kijk maar. Dus ik ga even de vlog van Eindje afkijken en ik zie jullie zo weer. En zo zit ik er dan bij en dit kijken. Joepie, chill mode on. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En het is nu ongeveer 4:30. En ik en Sylvana, Jill, Svijs. We zijn onderweg naar de Melkweg voor B-Brain. Ik was net bijna mijn ticket vergeten. Het is dat Sylvana het zei van, heb je je ticket? Ik zo, kut, nee, die moet ik nog pakken. Gelukkig had ze er twee, dus super chill. Nou, wij gaan weer verder lopen. En we zien jullie zo weer als we in de Melkweg zijn. Rij, heel leuk. Zit in de rij, ik ben met deze alle leuke mensen hier. Wacht, ik kan niet draaien. Ik ben de leukste, wat zeg je? Nee, ik. Hoe laat is het? De meeste dingen zijn loodzaam. 9:30. En we wachten, hoe lang wachten we nu al? 2 uur of zo? 2 uurtjes. Amy heeft een vogel. Dat is een papegaai. Dus doe dat, hold on baby. Voor tijd dat ik vertrek en je...
Ik was nog in de UK. I'm gonna be seeing you out there. I'm just gonna be seeing you out there.
zeg nee, maar of zeg ja. Ik zeg dat jullie er allemaal zo goed uitzien. Ik zie heel af en toe een lucht aangaan in de zaal. Jullie zien er zo goed uit vanavond. En dan lijkt het mij een supergoed idee om dat eventjes vast te leggen met z'n allen. Om even een supergoede foto te maken. Hoe trots ik op jullie ben. Zit jullie goed, hè? Ken jullie de nieuwe single al, One Night Stand? Oké, ik ben hier niet zo, maar ik wil eigenlijk ook de producer van One Night Stand erbij roepen. Carlos Vrouwen. Ik heb speciaal voor jullie zijn vlechten ingezet vandaag, dat weet je wel. Want wij van Sony Music hebben eigenlijk een cadeautje voor jullie. En dat willen we hier on stage aan jullie geven. Allemaal door jullie. Allemaal door jullie. Dus we gaan. Gefeliciteerd jongens, dik verdiend. Gefeliciteerd. We gaan die foto moment even opnieuw doorlaten alles. Zullen we even een foto momentje doen? Als jullie even gaan staan met alle fans die ervoor gezorgd hebben dat jullie goud zijn gegaan. Iets meer die kant op jongens. Dank jullie wel. Ja, oké dan. Real picture, 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 real picture
We zijn dus nu in de parkeerding, garage, de auto aan het zoeken van Lois. En ik ben nog steeds met Marlee, Lois en Sylvana en we hebben pijn in onze voetjes. Dat gezicht van jou, dat is gewoon geniaal. Ik wil er niet over praten. Nou, we gaan dus even de Lois auto zoeken en ondertussen is mijn telefoon aan het laden. Awesome, smazen. Woe! En we gaan zo lekker eten bij Julia's, ga ik wat halen. Nee, IPL. Oh nee, IPL, wat zeg ik? IPL! Wat heb jij hier? Wat heb je daar? Laat zien, FV. Laat zien. Laat je kaartje zien. Marleen FV. Oké, hoe vonden we de show van Be Brave? Leuk. IPL, waarom zeg je IPL? Oké, Lois vond er geen zak aan. Hello. Wel, ik vond het wel leuk. Alleen, ik weet niet wat ik moet. Ja, je weet. Waar staat jouw auto? Oh, daar. Jee, we hebben hem gevonden en we zien jullie zo weer. Doei. In de trein, yay. En ik ben nog steeds met Marleen. Rot. Zo, ik heb een streep in mijn gezicht. Nou en. Oh, dat is van je camera. Yeah. Oh, dus maar als je het op internet, maar als je het op internet zet, dan zie je die streep toch niet. Jawel. Okay. Oh, jawel? Oh my god. Oké, ging helemaal stuk. Weet je hoe Marleen editen zegt? Editen. Ja, ik dacht echt gewoon op plat Nederlands editen. Jij bent moe, hè? Ja. Wij zijn zo ontzettend dood. Echt, mijn schoenen, die zijn kapot. Rotterdam, stadje waar je hou van kan. Oké, okay, bye.